Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de Kavloer, dus laten we eens een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer Clash Royale, want er is een nieuwe update uitgekomen. De kerstupdate en een nieuw seizoen op Clash Royale. En ik ga even laten zien hoe het er allemaal voor staat. Ik zit op Clash Royale, we gaan geen tijd verspillen. Ja, je ziet dat het een beetje een kerstsfeer geworden is. We kunnen even kijken naar, we gaan het gelijk openmaken, naar de Ladder Rewards. Hier hebben we 5000 gold, hier hebben we een extra epic token. Een epic chest. Goblin, oké, okay. boeit me niet. Ah, witch boeit me trouwens wel, maar die is natuurlijk nu weer minder goed gemaakt. Weer wat extra gold, een giant chest. Even kijken, clone wil ik sowieso weg. Lightning, ja. Weet je, we gaan even kijken of... Oké, hunt is al... Nou ja, boeit me eigenlijk niet heel veel. Ik wil eigenlijk even die rare, een chille rare. Even, want de rares zijn sowieso de kaart die ik nu heel belangrijk ook vind. Oeh, we kunnen nu choosen. Eén keer, is dat Ice Wizard of is dat gewoon een voorbeeld? Ik hoop dat het Ice Wizard is. Want die... Ja, kijk, Ice Wizard, let's go. Die wil ik zeker erbij hebben, want... Oh, je kan het niet zien. Je kan niet zien hoeveel ik er nog van moet. Een of andere, nou, nu wel. Ik moet er nog maar 10 voor max level, dus dat is helemaal niet zo heel veel. Gold, een legendary token, ook altijd chill. En dan zit ik nu op dit moment, hier. Voor de rest, gaan we even laten zien. Je hebt de nieuwe Pass Royale. Ik heb volgens mij op dit moment even geen geld op mijn Apple Store staan, dus die moet ik even opmaaien. Maar ik kan even laten zien wat de Pass Royale op dit moment is. Je krijgt bij 10 krijg je een, ja, een soort open haard als skin, best leuk gedaan. Dan krijg je bij 20 krijg je deze smiley, die je gewoon een beetje blij doet. Dan krijg je, oh, je krijgt hier, hey, wat is dit? Een heel apart dingetje. En je krijgt dus een tower skin ook als je geen Pass Royale hebt, dat is wel leuk gedaan. En dan hebben ze voor de rest, ja, weer die bonus bank, maar niet veel speciaals. Dan heb je natuurlijk de nieuwe kaart, maar er zijn ook weer nieuwe balance changes uitgekomen. Ik zal er even op gaan klikken. En dan kan je hier zien, dit is natuurlijk een beetje de plaatje van de seizoen 6, Christmas seizoen. Oh nee, mijn batterij. En dit is wat je allemaal kan krijgen. Nou, ladi-ladi, ja, allemaal leuk. Dat had ik net besproken, de Pass Royale. Maar, dan heb je hier, kijk, krijg je een skin zonder Pass Royale. Maar, je staan hier geen balance changes. Nou ja, gelukkig ben ik, oh, misschien hier. En anders weet ik ze uit mijn hoofd natuurlijk. Dit is trouwens mega ziek. Je kan dus de healer boosten naar je town level. Dus dat is voor mij 13. En kan je er gewoon online mee spelen. Ik snap niet waarom ze dat niet eerder gedaan hebben. En hier zie je de balance changes. Elixir Golem is iets minder goed, even, ja, iets minder goed geworden. Knight iets beter. Drie Musketeers iets beter. Maar wij gaan even dit knallen. Bam. Join free. Oh, hier heb ik wel de Pass Royale voor nodig. Als ik die in één keer haal. Maar dit zijn alle rewards. Sowieso krijg je de healers. Ja, en daar gaat het natuurlijk een beetje om. Ik ga even mijn wifi uitzetten op mijn mobiel. Voor de zekerheid. En pakken wij de Cannon Card. Die 10% die net in beeld kwam was wel een beetje pijnlijk. Ja, ik weet niet wat we daarmee moeten. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Trouwens, de nieuwe arrows, die zijn echt mega ziek dus. Dat had ik niet goed nagedrukt in de vorige video. De nieuwe arrows, die killen nu ook gewoon guards en archers. Dus dat is echt gevaarlijk gewoon. Dus arrows zijn echt een stuk beter geworden. Dus ik zei, ze zijn een beetje beter. Nee, ze zijn echt een stuk beter. Voor de mensen die een beetje klaagden over clickbait van de vorige video. Nu even serieus. Of nu even serieus. Dat had ik echt niet per se gedaan om te clickbaiten. Ik wou gewoon echt een video maken waar ik echt eventjes serieus... Oh, lekker. Hij zit een Xbox setup te plaatsen. Maar wij hebben natuurlijk gewoon rustig de Royal Giant. Nee, ik wou echt eventjes... even kijken, gaat hij nu... doe ik even iets hoger voor de zekerheid. Stel, hij komt nu met zijn Xbox. Mooi. Nee, dat was echt puur om eventjes een beetje... ja, echt serieus te gaan spelen. In Clash Royale. Echt even te kijken of... Oh, we hebben ook nog een Rocket. Rocket Royal Giant tegen Xbox. Dag. Nee, maar dat was echt niet om te clickbaiten. Maar ja, ik begrijp dat sommige mensen dat wel bedoelen. En toen ik even terug ging kijken naar hoe het er allemaal uitzag, zeg maar, die video, begrijp ik heel erg eigenlijk dat mensen dachten, oh, dat is wel een beetje clickbait, Floris. Dat is wel een beetje clickbait. Dus ik begrijp het wel. Excuses daarvoor. Maar het was echt niet zo bedoeld. Het was echt even bedoeld. En er was ook geen thumbnail bij. De thumbnail zie je dat het geen clickbait was. Maar die thumbnail, die kwam niet. Dus ik had alleen een normale foto gedaan. Want mijn thumbnail maken was iets te laat met een thumbnail maken. Dus vandaar. Dan hebben jullie daar de uitleg van gekregen. Maar wij gaan eventjes deze Battle Healer vrij spelen in dit potje. Nu even Miner daar in de hoek. Ja, nou, mooie Xbox. Die gaat daar helemaal niks uitvoeren, mijn vriend. Die Xbox zit buiten de range van mijn toren. Dan wil ik hem alsnog niet gaan rocketen nu. Want ja, wat heb ik daaraan? Aan de andere kant, wat moet ik nu anders doen? Want het is wel nu op... Ook al is hij nu niet in de aanval,
is dat nog wel een defense. Het staat daar wel gewoon. Hij staat nu, gaat nu lekker knallen op mijn Canon card. Kijk, dus dat is dan wel weer vervelend. Laten we eventjes dan dit doen. Maar ik ga hem zeker niet rocketen hoor, jongens. Ik ga hem zeker niet rocketen. Boom. Leiden we dit even af. En ik denk dat het een beetje... minor chip wordt. Want wij moeten die Royal Giant moeten wij gebruiken voor de X-Bow. Die hij de hele tijd gaat gebruiken. Of dat is zijn win condition. Dus wij moeten die Royal Giant sowieso bewaren. Daar kunnen we weinig mee. Dus wat wij moeten doen is letterlijk alleen maar minor chip damage doen. Met bijvoorbeeld een cannon card erbij. Of dus nu een Royal Recruits. Een van die dingen. En we kunnen natuurlijk op het laatst kunnen we hem uitrocketen. Aan de andere kant, dit ziet er wel weer goed uit. Die Royal Giant is helemaal levend. Ai, 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 ai. Ik wist niet dat hij nu alweer een... Ik wist niet dat hij nu alweer een Tesla zou hebben. En hij heeft dus ook een Zap. Dus dat is wel een beetje minder. Aan de andere kant, ja, we doen hier alsnog een paar Royal Giant hits. Doen we even de Royal Recruits hierop. Op die, op deze Ram Rider. En dan doen wij nu de Mini Pekka hier in de back. Ik denk dat het verstandig is om de linkertoren te gaan proberen te pakken. Ik denk dat dat slimmer is. Dan doen we Royal Giant natuurlijk zwaar voor die Mini Pekka. Hoppatee. Mooi. Dan doen we een Cannon Card hier in het hoekje. Niet aan de rechterkant. Want dan gaat die, Tesla op de Cannon Card. Dus dat is natuurlijk niet wat we willen hebben. Dan heeft hij natuurlijk Zap. Dus ik denk dat ik dit gewoon laat gaan. Ik denk dat ik dit laat gaan. En we pakken alsnog gewoon wat hitjes. Dat gewoon helemaal super is. Doen we de guards even in de back. Zo. En dan gaan we dit rocketen. Want ik denk anders dat die Ram Rider een aardig hitje gaat pakken. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dan komen we Royal Recruits. Komen we 4 aan deze kant. Nu op 9 elixir. Boom. Dan hebben we nu niet gelijk genoeg voor de Royal Giant. Dat wist ik dat dat zou gebeuren als ik met zijn rocket zou komen op de Ram Rider. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit als we wel eventjes die... ja, we killen hem sowieso. Oké, top. We killen hem sowieso. Ga ik even straks kijken hoeveel een rocket doet. Doe ik sowieso even guards hiervoor. Dan is die Mega Minion een beetje afgeleid. En dan kan hopelijk die Royal Giant 1 hitje doen. En dan is het denk ik al genoeg met de Rocket. 4,32. Ja, 3,98. Dat is meer dan genoeg. En die Royal Giant maakt bijna zelf af. Let's go. Dan hebben we het eerste potje binnen. En dan gaan we nog een potje doen. Hopelijk winnen we deze weer. En dan ga ik hem sowieso offline ga ik hem helemaal afmaken. Dat is natuurlijk, ik kan er niet 15 wins doen. Sowieso kan dat qua tijd niet. Dan wordt het echt een 5, nou ja, misschien wel 50 minuten video. Maar los daarvan... Ja, hoe lang zou die video zijn? Ik denk echt 50 minuten. Maar los daarvan kan het ook niet omdat... willen we hem dubbel minions geven? Nee, dat willen we niet. Los daarvan kan het... Royal Giant vind ik nog wel... Giant vind ik wel een leuke win condition. Ja, ik ben wel tevreden over mijn kaarten. Maar sowieso kan het ook niet, want mijn iPad is 10% op dit moment. Ik denk dat hij nu onderhand wel op 6% zit. Nou ja, we hebben de ding van 5% hebben we nog niet gekregen. Het is een beetje een probleem met mij en iPads. Ik heb altijd... Heb ik wel... problemen met batterij. Ik weet niet hoe het komt, maar het is altijd zo. Ik dacht gewoon even lekker een druk zetten, omdat hij kwam met zijn vuurbal. Maar het mocht totaal niet baten. En hij heeft het best wel prima gedaan. Laat ik even mijn prins droppen hier zo. Op die prinses natuurlijk. Helaas gaat die prinses 1 hitje doen op de toren. Als splash damage, dus dat is een beetje jammer. We hebben nu wel de log, dus die kunnen we normaal gesproken op de prinses droppen. Dit is natuurlijk een hele vreemde Hawk Rider. Oh nee. Wat wij nu gaan doen is de Wizard. Hier doen we hier kijken. En hier is de Battle Healer. Hier is hier voor het eerst de healer. Helaas hebben we daar nog niet mee mogen spelen. Ik had misschien niet die Jibe moeten doen. Maar ik wou mijn Wizard gaan beschermen. Helaas hebben we nog niet met de healer mogen spelen. Maar deze kaart is zo overpowered. Ik ga sowieso hierna nog een potje doen. Want ik wil sowieso even één potje... met de healer spelen. En volgens mij is het steeds gewoon één iemand die met de healer mag spelen. Dus dan moet je gewoon eigenlijk een beetje geluk kunnen hebben. Volgens mij hebben we steeds gewoon pech gehad. Wat wel jammer is nu is dat hij zijn Minord straks kan gebruiken. En kunnen wij daar weinig tegen doen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dit een hele makkelijke en snelle 3 gaan worden. Ik denk niet dat we nog 1 minuut en 35 seconden, zo lang duurt het potje, 1 minuut en 35 seconden gaan spelen. Ik denk dat dit potje eerder voorbij gaat zijn. Wanneer dat is, weet ik niet. We gaan even een Wizard gebruiken op deze Minord. En dan denk ik dat met het 1 Giant Push wel genoeg is. Ik ga dit gewoon negeren, maar boeit die barrel niet. Ik wil nu even een 3 crowntje neerzetten. Zodat we snel nog een potje kunnen starten. En zodat we gewoon snel met die healer kunnen spelen. Want die healer is een partij overpowered. Dat moet ik nog aan jullie laten zien. Maar dat ding is echt mega goed. Niet per se voor defense. Dat die gast nu deed. Maar het is voornamelijk een hele goede kaart op offense. Omdat het gewoon je hele push hield. En ik kan ook niet wachten tot ik... tot ik hem vrij speel, zodat ik hem gewoon letterlijk gewoon lekker online kan gebruiken. Je kan hem hier ook een beetje zien. Heel ziek dit trouwens, hoe ze dat gedaan hebben. Maar hier kan je zien, stel die, ja, hij zept hem.
dan hield die healer die minions. Bizar goed. En dat is ook als je tegenstander bijvoorbeeld alleen een snowball heeft en alleen een zap heeft voor een goblin barrel. En jij gooit die healer en als die healer bij de toren is, gooi jij een goblin barrel. Nou, verdedig jij dat maar. Dat is gewoon heel erg lastig. Ik hoop trouwens nu echt dat we een keuze krijgen tussen de healer. Nee. Oh nee, kom op healer. Yes, let's go. We hebben de healer. Oké, nice. Ik ga jullie laten zien hoe overpowered deze kaart is. Het is echt een mega goede kaart voor 4 elixir. En het hield dus zowel grond als lucht. Oké, we hebben een beatdown deckje beetje. We hebben een giant, dus dat is sowieso... we hebben dubbel giant. We hebben de normale giant en we hebben de royale giant. We hebben ook nog een rocket. We hebben best wel dure kaarten. Doe ik eventjes dit zo. Doe ik nu even de healer, want we hebben even niks anders. Oh, kijk, die healer. Hij heeft trouwens meer. Die healer hield ten eerste zichzelf. En de tweede, die healer heeft meer levens dan een... giant. Dan een knight. De healer hield wel alleen als ze zelf damage doet. Dat is wel een beetje nadeel eraan. Dat de healer niet altijd hield. Nee, die hield alleen als ze zelf damage doet. Dat zag je nu net ook. En die Icebird was een partij. Nice, jongens. Oh, we gaan dit potje echt heel easy winnen. Moet je kijken. Alleen deze push al was gewoon mega goed. Dan denk ik dat ik nu gewoon even een grote Royal Giant push ga opbouwen. Doen we de Royal Giant in de back. Al was ik hem, had ik nu de Mega Knight in de back gedaan. Dus we gaan even kijken of deze Pixma dat ook echt gaat doen. Nee, hij doet hem in de front. Dat had ik totaal niet gedaan. Dan moet je niet alleen de Mega Knight doen. Dan moet je er echt vol... Oké, daar is de 5%. Dan moet je er echt vol voor gaan. Magic Archer hier in het hoekje. Zodat hij die goblins kan killen. Maar boeit me niet heel erg dat het een beetje damage doet. Waar ik voornamelijk zin in heb is nu hierna de counterpush die wij gaan opstellen. Met dus een battle healer erbij. Dan doen wij nog eventjes een dart goblin erbij. Zo, dan doen we nog eventjes een icebird erbij. En dan gaan we even kijken of die battle healer veel kan verrichten. Dit is niet de ideale push voor een battle healer. Maar we kunnen wel kijken. Kijk, kom op. Oh, die healer. Kijk, ze blijft levend. Maar helaas is nu de toren net te ver weg. Maar dit was niet een hele goede push. Want je moet eigenlijk gewoon een giant of een royal giant voor de healer hebben. Of je moet een healer Minord combo doen. Een healer goblin barrel combo doen. Misschien zelfs healer graveyard combo doen, ik weet het niet. Maar dan heb je echt mega, dan heb je echt een mega zieke push. Maar natuurlijk bij zo'n draft kan je niet je eigen deck samenstellen. Maar ik denk dat ik echt nog wel wat hele zieke healer decks ga samenstellen deze week. En dat ik daar ook video's van ga maken. Doe ik alleen even de Magic Archer, zodat we een beetje verdedigen. Maar dat hoeft niet heel erg. Maar dat we wel een beetje verdedigen. Nice. En dan gaan we nu met de Battle Healer hier tussen de twee Giants doen. Kijk, dit is pas een partij ziek. Kijk, dit is een partij ziek. Want nu gaat ze continu achter elkaar slaan. Waardoor ze continu de koepel om haar heen hield. Nu doe ik gewoon even een Magic Archer erbij. Let's go. En dan doen we nog even een Valkyrie erbij. Ja, kijk, nu is ook weer een Mega Knight. En nu, omdat ze elke keer slaat, hield ze elke keer die Royal Giant. Waardoor die Royal Giant gewoon niet doodgaat. Het is echt bizar, jongens. Hoe goed die Battle Healer is. Het is echt een mega goede kaart. En ik ga hier sowieso veel meer video's van maken met decks waar zij goed in past. Maar deel eens even snel de video. Ik hoop dat je genoten van de video. We staan 3-0, wat super is. Ik hoop dat je genoten van de video. Maar kijk, zien we nog een volgende video. En tot dan, mensen. Zo, sorry, microfoon. En tot dan, mensen.